Ah, welkom allemaal. Ik wil jullie iets vertellen. Kom maar dichterbij. Ik wil jullie iets vertellen over dit beeld. Dit beeld is een beeld van Riek Wouters. Ik heb dat gekozen omdat ik er zelf ontzettend veel van houd. En ik vind dat ook een prachtige entree van het park. Dat is echt zo van, kom aan, vlieg erin. Met heel veel plezier, met heel veel vreugde. Kom dit mooie beeldenpark binnen en geniet van al het moois dat er hier is. Ja, het is een beeld van Riek Wouters en ik ga niet direct over het beeld zelf iets vertellen, maar ik wil toch wel iets vertellen over Riek Wouters zelf. Riek Wouters is geboren in België, in Mechelen, in 1882. Zijn moeder is al vrij jong gestorven. Riek was nog maar 6 jaar. Dus hij is opgegroeid bij zijn vader in de entourage van meubelmakers en houtbewerkers. Op zijn 12 jaar wou hij eigenlijk niet meer naar school en hij is weggelopen van huis samen met 2 andere oudere jongens en ze wouden op avontuur gaan. Ze zijn naar Brussel gegaan, ze zijn naar de Ardennen gegaan, ze zijn naar Antwerpen gegaan en in Antwerpen wouden ze aanmonsteren op een schip. Maar de schipper zag natuurlijk dat dat 2 jonge gasten waren en ze mochten niet op het schip, ze moesten eerst toestemming van hun ouders hebben. Hij is dan met lange pootjes teruggekeerd naar Mechelen. Durfde eerst niet naar huis, maar zijn vader heeft hem te pakken gekregen en hij moest niet meer naar school gaan. Hij mocht meehelpen in het meubelatelier. En dat was eigenlijk zijn grote plezier. Hij heeft vanaf het begin heel erg gehouden van sculptuur, van iets maken met zijn handen. Eigenlijk was het beelden, dat was zijn taal. Beelden met tekeningen, uitbeelden met schilderijen. Uitbeelden met beeldhouwwerken. Hij is naar de Academie in Mechelen geweest als hij 15 was. En als hij 18 was, ging hij naar Brussel. Daar is hij aan de Kunstacademie, heeft hij een opleiding gevolgd. En ik wou dat ook speciaal vermelden, omdat Brussel op dat moment was eigenlijk zo een vrijhaven van denkers, van kunstenaars. Er heerste een hele libertaire sfeer. Er waren heel veel mensen die bezig waren met kunst. Er was ook een liberale, links georiënteerde bourgeoisie die op dat moment een eigen tijdschrift uitgaven, Art Moderne. En die ook een kunstenaarsassociatie, een kunstenaarsvereniging hadden opgericht, Le Vint, die elk jaar in februari een expositie gaven en een forum gaven aan jonge kunstenaars. Wat ik zeker ook wil vertellen, dat is zijn model, Nel, die hier ook model heeft gestaan voor dit beeld. Nel heeft hij leren kennen als ze nog heel jong was, 16 jaar was ze. Het was een rebels meisje, ze moest gaan werken van thuis, maar ze werd heel snel ontslagen, omdat ze met van alles anders bezig was dan haar werk. En in het geniep zocht zij kunstenaars op, zij had ontmoetingen met andere kunstenaars. En zo heeft ze Riek leren kennen en dat was vanaf het begin grote liefde. En ze zijn getrouwd als zij nog maar 19 jaar was. En ze heeft dus voor heel veel van zijn werken geëxposeerd, voor zijn tekeningen, voor zijn schilderijen. Ze ziet er eigenlijk altijd zo een heel huiselijk vrouwtje uit, maar dat was ze allerminst. Het was een vrij libertaire, jonge, vrijgevochten vrouw die veel naar exposities ging, naar muziekvoorstellingen. En zo heeft ze in 1907 Riek meegenomen naar een voorstelling van Isadora Duncan. Isadora Duncan was op dat moment een cultfiguur. Zij was iemand die danste, maar op een hele expressieve manier, heel vrijgevochten, op blote voeten, in transparante gewaden, zeer energiek, zeer impulsief. En dat is eigenlijk de inspiratie geweest voor dit beeld. En dus zijn vrouw Nel moest thuis van alle posities innemen om het beeld van Isadora Duncan te verbeelden. Maar hij was nooit tevreden. En in haar eigen biografie schrijft Nel van ze was op een gegeven moment het zo beu en zo gefrustreerd dat ze haar been in de lucht gooide. En dat was de positie die hij wou. Dus je ziet hier, dat is de positie die ze innam na uren poseren. Op een koude schildersatelier zolder.
Dit beeld kan je thuis brengen in de expressionistische beweging. Alles is eigenlijk een expressie van een emotie. Een emotie van vreugde, van plezier. Het is bijna een hartekreet als je dat bekijkt. Als je gaat kijken naar de textuur is een vrij grove textuur. Je ziet er bijna de vingerafdrukken van de beeldhouwer in. De beweging is zeer expressief. Je ziet heel de dynamiek gaat naar boven toe in een diagonale lijn. Heel bijzonder is ook dat dat beeld eigenlijk maar op één punt steunt, op de voorvoet. Het andere been is omhoog geheven en de armen die zwaaien echt uit elkaar. Het is echt een uitspatting van vreugde. En de vreugde vind ik dat heel voelbaar is in heel de beweging van het beeld. Alles is naar boven gericht, naar buiten gericht. Het licht valt heel mooi op het gezicht. Het is ook gemaakt op een sokkel en dat is heel bewust gedaan, want dat is echt met de bedoeling dat dat beeld dat ook een opwaartse stuwing geeft. Dus alles is eigenlijk, al de energie gaat naar boven en naar buiten. Ik vind het een heel sterk beeld en ik vind het ook heel mooi geplaatst in het begin van het park. Ik vind ook het contrast met het andere beeld dat ernaast staat van Henry Moore. Dat is eigenlijk bijna de archetypische uitbeelding van een koning en een koningin. Heel statisch, die het park overschouwen. Dus het contrast tussen die beide beelden vind ik eigenlijk wel leuk. Vind ik heel plezant. Ik weet niet welk gevoel dat dit beeld bij jullie opwekt, maar bij mij ik word er altijd heel blij van. Dus ik weet niet welk gevoel dat bij jullie oproept. Gevoel. Mm-hmm. Echt een uitdrukking van enorme vreugde. Mm-hmm. Maar ook een beetje zot, hè? Het is een beetje zot. Het is wel een eigenaardige pose. Uh-huh. Ik zou niet meteen zoiets durven doen, maar blijkbaar was zijn vrouw wel een andere. Uh-huh. Ja, natuurlijk. Wat dat jij zegt is wel heel belangrijk, want ik heb eigenlijk nog niet gezegd hoe het beeld heet. Het beeld heet het zotgeweld. En oorspronkelijk heette het La Vierge Folle. Want Riek sprak met zijn vrouw vooral Frans, want zij was opgegroeid in Schaarbeek. En dus ja, zij spraken Frans met elkaar. Maar zijn taal was eigenlijk de beeldentaal. Dus hij was veel sterker in het verbeelden dan in het uitleggen met woorden. Want zijn moedertaal was Nederlands, haar moedertaal was Frans. Dus je merkt wel in zijn expressie, dat vooral zijn beeldende expressie, dat hij heel sterk is. En ook de liefde voor zijn vrouw. Zijn vrouw wordt altijd heel liefdevol uitgebeeld en heel blij. Ze was blijkbaar ook een man die zelf heel blij gemoed was van aard. Dankjewel voor uw aandacht. Voilà.